où? En GTA. Ik zit hier even fijn op mijn bank. Beetje chillen. Ja, we gaan even. Ja, oké. We gaan eens opstaan. Nou, nu zien we meteen mijn bedrag. Maar wat we gaan doen is, we gaan gewoon een beetje laten zien wat ik heb. Maar zoals jullie al zien, ik heb dit appartement. Dat ligt. Ik zal het je zo meteen laten zien hoe dat ligt. Maar dat is het appartement, dat ligt ongeveer. Ik moet even. Dat is dit appartement volgens mij. Ja, dit appartement is dat. Alleen, ik heb dan deze volgens mij. Alleen, maar ze zijn dat er drie. Maar ik heb dan. Ja, die. Oh, wacht. Ik heb dan die van 200.000 en ik kan ze ook deze krijgen. Maar ja, hè. Die heb ik dus. En ja, je zal een beetje weten hoe dat eruit ziet. Daar is mijn werkkamer. En beneden is mijn slaapkamer. Als jullie dat willen zien, dan ja, dan moet je dat voor zeggen. Even naar mijn garage toe. Ik heb wel maar één auto, maar dat maakt niet zoveel uit. Denk ik. Ik kan nog een auto kopen deze aflevering. Maar je moet wel eens even kijken welke. Ja, kijk, dit is mijn auto. Dit is de. Ik weet de naam eigenlijk niet meer. Ik moet er even in gaan zitten. De Grotti Turismo R Super. Ja. Maar we gaan. Ja, dat is dus mijn auto. Ik heb ook nog een garage, maar ja, die kost eigenlijk maar 25.000. Oh, deze garage, maar die ken je waarschijnlijk wel. En ja, dat is het. We kunnen eens even gaan kijken. Ja, we doen het wel even buiten. Ja, we doen dat zo. We gaan eerst even kijken wat is. Kan ik even deze auto laten zien. Deze auto heeft in totaal bijna 500, richting de 600.000 gekost. En ik heb nog die neon kit eronder gedaan. Dak nat zwart gemaakt. De auto zelf kost gewoon 500.000. Niet zo heel duur. Hij rijdt wel lekker. Dus. Voor de rest, ja. Gaan we eens even kijken voor de auto. Maar ik weet niet of we die nu al gaan kopen. Of eerst even vragen aan jullie of we die moeten kopen. Ik heb ze. Even parkeren. Even mooi parkeren. Wat staat er nog anders? Zo, kijk. Oh ja, waarom stappen we even uit? We kunnen beter in. Stop. Nee. Maar ik weet niet of jullie het al hebben gezien. Dit is dus een privé-sessie. Dit is een privé-sessie, dus ja. En ik ben pas level 11, wat zag ik echt ook. Maar wat we nu gaan doen, we gaan even kijken op het internet. Naar Legendary Motorsports. Ja, dat is te duur, dat is te duur. Waarschijnlijk gaan we er nu nog geen kopen. Maar gewoon eens even kijken, hè. Wat het misschien een leuk idee is om te kijken. Mijn vriend Diaz heeft deze. Maar ja, die kost me een beetje te veel. Deze. Ja. Wat vind ik ervan? Beetje raar eigenlijk. Maar moet je helemaal naar beneden. Deze vind ik ook wel grappig uitzien eigenlijk. Als je een rood hebt, is het niet zo heel snel. Maar ik wil grappig uitzien. Maar laat het weten wat jullie willen. Ik wil ook zeggen welke we kunnen kiezen. Maar zeg dus deze die wil ik misschien wel kopen. Dus dan zeg je Hayak Rustom in de reacties. In de, ja, dat. En dat is ook nog vet, ja. Of die. Zeg er even in de reacties. Dit is Lampadati Ferrore GT.
Zeg even welke het leukste vindt in de reacties. Voor de rest gaan we even met deze auto zien. Ik heb ook een boot, maar dat is een heel goedkope boot. Dat kunnen we misschien trouwens ook doen. Even terugparkeren. We kunnen misschien een... Wat is dat daar, joh? Eens kijken, ja. Misschien... Ah, we kunnen natuurlijk een heel dure boot kopen, maar we gaan even kijken. Ik denk dat die wel kopen, maar die van zijn. Welke dat ik nu heb, dat is deze, de allergoedkoopste. Buiten de jetski. Maar we kunnen ook eens kijken, we vliegen gewoon even kijken. Of er iets leuks is, iets grappigs. Deze kunnen we kopen, maar dan zijn we al ons geld kwijt. Welke is ook vet. Ik heb pas nog zo niet gezien. Waar is die? Deze is ook, deze vind ik ook heel erg vet, maar daar gaan we te weinig geld. Ah, deze vind ik echt nice uitzien. Maar die is snel volgens mij, die is echt snel. Snel. Voor de rest vind ik nu echt niet echt vet. Ja, deze ook al een beetje, maar ik vind echt meer deze. Deze zijn echt van die wrakvliegtuigen. Maar zeg ook even in de reacties of ik de velg moet kopen. Voor de auto of het vliegtuig. Dat weet ik niet. Maar ik vind het vliegtuig ook wel vet. Maar dan moeten jullie wel altijd bellen, want we hebben natuurlijk geen... Ja, wat? Geen, hoe heet dat ook alweer? Een hangar, ja. Ik ben eigenlijk wat gaan eten. Gewoon even wat eten ergens. Waar is het leuk? Nou, we kunnen niet naar een restaurant, we kunnen naar de bios. Kom, we gaan naar de bios. Ik kom op bios. Listen, give me a shout if you ever want to do a bounty. It's an easy way to make... Ja, dat is het. Dit is een heel lange video. Dit is best kunnen lezen. Oh, slecht. Ik had het niet slecht. Oh, lekker. Meer dan duur. Zo. Ja, boeiend. We maken het. Dus ik zet zelfs wel. Hoe die? Dat was een beetje erin. Oh. Een straat ver. Dat is het tavertheater. Ja, die is dicht, joh. Sowieso. Wel een beetje jammer. En hebben jullie dat ook gezien? Oh ja, wacht, mijn auto natuurlijk. Ik heb een parking staan. Blijf je goed liggen dan. Stoppen. Oh nee, dan blijf ik jammer liggen. Ja. Oh wacht, er is wel een manier voor. Dan moet je instappen. Dan moet je heel snel uitstappen. Oh nee, waar is. Dan blijf alleen je deur open. Ja, oké, je ziet dus nu mijn outfit hier. Klein beetje bloederen voor links, maar je ziet het als mijn outfit, ik heb ook nog. Ik heb ook nog deze outfit, wat staat. Deze heb ik ook nog, deze outfit. Dat vind ik ook wel nice. En dit is ik alleen aan een veranderde schoenen. En dit is voor te zwemmen. Ik draag nu meestal deze. Maar ik heb ook een pak, maar we kunnen even gaan kijken, want ik heb ook een pak gekocht. Oh, dat is al 2 meter verder. Het zou wel wat een goedkoopste winkel zijn, maar ja, oké. Okay. Oh, dat is een heel goedkope winkel, liever niet.
een suburban of iets, ik weet niet meer. Maar daar ga ik meestal. Moeten we even rijden, maar je ziet dat deze auto's best stabiel is. Ik weet het wel noemen. Maar kom misschien binnenkort op een vlog of zo. Dat... Ik weet de weg niet zo heel goed. Maar ik denk dat ze best goed te maken hebben. Dit is mijn doel. Ik had gewoon een motor opnemen in de weg. Kijk, je mag ook voor de deur parkeren en niemand zegt het. De winkel dicht is wel gek. Ah, dat is fijn. Ik heb normaal gezien dat ik een pak gekocht. Misschien beter deze. Your wish is my command. Ik heb toch een pak, joh. Ja, deze had ik, dit pak. Is niet zo heel erg. Maar we gaan dus even een outfitje maken nog een. Deze heb ik opgeslagen, dus... Die jeansbroek ga ik waarschijnlijk wel aanhouden. Of ja, ik kan misschien nog een stoffen broek aan doen. If I can help, just ask. Oh, dit is echt geen shootpants, maar oké. Sportpants moeten we normaal toch hebben, of niet? Wacht. Nee, dat ook niet. Dat is echt lelijk. Sportshorts hier. Nee, dit toch ook allemaal niet, jongen. Waar stond dat? Ah, kijk, hier, kijk. Deze broek lijkt me wel vet. Nou, even een hoodie zoeken, want ik vind hoodies altijd wel mooi. Vandaag zeg ik. Waar zijn hoodies? Hoodies. Ja, gewoon tops eigenlijk. En dan moet je naar... Oh, wacht, vest. Au, ik dacht even een chic vest of zo. Nog meer hipster vest, zo. I'm here to help. Zie je toch niet? Oké, wacht, dan gaan we even naar hoodies hier. Ik heb deze hoodie al. Ik hou niet van die korte mouwen. Welke ik wel vet vond was deze. Ik weet niet waarom, maar... Bruh. Deze is ook al een beetje... Oh, deze jong. Ja, deze heb ik niet. Maar deze vind ik wel nice. Die is helemaal goed. Toch een beetje anders. Ja, of deze gewoon. Nee, dan denk ik bijna hetzelfde. Gewoon deze. Die. Ja, en denk dat schoenen. Ik heb ook nog die zwart-witte schoenen. Die zijn misschien wat mooier. Waar zijn schoenen. Schoenen zijn daar. Nee. Nee, wat zijn die dingen? Sneakers hier. Hup. Wat had ik ook al? Deze had ik. Is ook al, ja. Nee, we laten het ook die rode. Maar misschien ook een pet bij deze outfit. Ik weet niet, maar. Nee, dat is iets te... Ik wil graag een zwarte. Hebben ze geen normaal gewoon zwart? Deze? Let me know if I can improve your shopping experience for you. Het ziet er allemaal niet uit, dit. Het doet allemaal caps forward. Dat ziet er ook niet uit. Zo. Hebben we ook een mooie of zo? Nee. Of hebben we van hetzelfde merk? Ja, hier, het is hetzelfde merk. Oh, rooi daar, of groen zo wit. Ah, het ziet niet uit, joh. Tja, in ieder geval, hopelijk vond deze video leuk. En dan zie ik jullie bij de volgende keer weer.